Hallo dames en heren, leuk dat u luistert en kijkt naar de nieuwe podcast. Vandaag praat Ricardo met Mayella Lammers. Dit is de Vliegwiel podcast. Mayella, welkom in onze podcast. Dankjewel Ricardo, heel fijn dat je me gevraagd hebt voor een leuk gesprek. En wat doe je eigenlijk? Wat doe je precies? Kan je ons daar wat over vertellen? Ja, ik ben Mayella Lammers. Ik ben kinder- en jongerenhypnotherapeut. Dat klinkt een beetje zwaar, maar het is een heel luchtig en fijn vak om te doen. Namelijk met jonge kinderen en jongeren tot 25 jaar werk ik met aanhoudende lichamelijke klachten. Dat zijn klachten waarvoor ze eigenlijk al bij een arts zijn geweest en die door de arts niet voldoende zijn op te lossen, omdat er andere factoren blijkbaar zijn die meespelen. En dan is het aan mij de taak om samen met de kinderen, de jongeren en hun ouders uit te zoeken hoe ze toch zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk van die klachten afkomen. En daarvoor gebruik ik onder andere hypnotherapie. Dat is niet hetzelfde natuurlijk als de showhypnose, waar mensen soms een beetje bang van zijn als ze voor de eerste keer bij mij komen. Dan leg ik uit dat het een hypnotherapeutische methode is. Maar het hoeft niet per se. Als jongeren daar een beetje drempelvrees voor hebben, het is niet nodig om in trance te gaan en om resultaten te bereiken. Het kan ook gewoon zo. Want als je eenmaal ergens op je gemakje bent, denk ik, en de gespreksleider luistert en gaat in op het wringt, dan heb je geen fratsen nodig. En wat voor lichamelijke klachten komen ze dan? Dat is voornamelijk buikpijn, chronische buikpijn dan, hè? Pijn die terugkeert of er altijd is. Buikpijn, hoofdpijn, misselijk zijn, niet lekker zijn, slecht slapen, een druk vol hoofd ervaren. Eigenlijk dingetjes die meteen volgens kind en ouders geweten worden aan het lijf. Waarbij ze niet onmiddellijk denken aan bijvoorbeeld stress of iets anders wat mee kan spelen. En hoe ben je hierop gekomen? Hoe ben je dit gaan doen? Ja, dat is eigenlijk het allermooiste van het hele verhaal. Dat vind ik zelf nog steeds een wonderlijk verloop. Zo zie je maar hoe het leven zijn eigen paden bewandelt. Ik was een 6-jarig meisje. Heel vaak thuis met buikpijn, hoofdpijn, inderdaad, slecht slapen, bedplassen tot hoge leeftijd, nagelbijten. Daar waren natuurlijk wel redenen voor, maar dat wist ik toen nog niet. En telkens, en dat kwam heel vaak voor in het weekend of 's avonds laat, als ik dan een flinke pijnaanval had, ging mijn moeder met mij naar het ziekenhuis. Dan werd ik onderzocht of er geen blinde darmontsteking was of iets anders vreemds. En er was nooit iets. Dan werd ik naar huis gestuurd en over mijn hoofd heen werd tegen mijn ouders gezegd van, je hebt een gevoelig meisje, ze moeten maar mee leren leven. En ik voelde me toen al, het klinkt nu nog in mijn oren, ik voelde me gewoon niet gehoord. En ik was daar een beetje pissig om. En toen dacht ik van, later, als ik groot ben, ga ik wat vinden voor deze dingen. En ik heb er zelf ook nog heel lang mee gelopen hoor, want dat is best wel een punt geweest hier in Nederland om body-mind-therapie geaccepteerd te krijgen. Hè. Dat was iets spiritueels of iets alternatiefs, maar dat is het helemaal niet, want gelukkig zijn de recente inzichten in de wetenschap ook dat er natuurlijk een relatie is tussen lijf en hoofd. En ik ben dus, toen ik ging studeren en eenmaal therapeut wilde worden, me gaan verdiepen in deze aanhoudende lichamelijke klachten, die vroeger, nog niet zo lang geleden, solkklachten werden genoemd. Somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarbare klachten. Maar dat is een onvriendelijke term. En eigenlijk is er met heel veel ervaringsdeskundigen besloten die term te veranderen in aanhoudende lichamelijke klachten. Omdat dat dan niet zo veroordelend is naar waar de oorzaak ligt of de oplossing. Ja.
En hoe komen die kinderen dan bij jou terecht? Eigenlijk wil ik ze graag via de kinderarts of de huisarts of de psycholoog, dat ligt eraan. Ja. Want ik heb wel graag dat er nagekeken is of er ook inderdaad geen fysieke aandoening is. Je wilt maar één keer ernaast zitten, hè, een kind in behandeling nemen met buikpijn en dan blijkt opeens wel dat er iets ernstigs is. Dat zou ik nooit hem gemeten willen hebben. Dus ik heb het liefste groen licht van een arts. Ja, want dat levert je natuurlijk ook wel heel veel op, hè? Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ja, dat is nu juist waar ik gewoon... Dat wist ik niet op de eerste keer dat ik dat natuurlijk deed. Zo'n lijntje maken met de kinderarts, hè. Ja. Ik heb dat lijntje toen der tijd gemaakt, omdat ik vond dat ik uit de alternatieve hoek wilde. Ik wilde gezien worden als een regulier behandelaar. Dat ik therapieën ook bestudeer die in de alternatieve hoek gegeven worden, dat is iets heel anders. Maar wanneer mensen in mijn praktijk komen, is dat geen praktijk voor theeblaadjes lezen of zoiets. Niet dat ik daar iets op tegen heb, maar als je ergens een afspraak maakt, moet je wel weten wat je krijgt. Dus toen ben ik naar die kinderartsen gestapt en ik had ook erg veel mazzel, moet ik zeggen. Je moet ook een beetje mazzel in het leven hebben. Want tegelijkertijd was er wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nederland voor het eerst in 2005. En in dat onderzoek hadden ze hypnotherapeuten nodig die een bepaalde groep cliënten behandelden. Mm-hmm. Om te zien wat de effectiviteit van hypnotherapie was bij chronische buikpijn. En daar kwam gelukkig uit dat hypnotherapie toen der tijd 85% effectiviteit opleverde ten opzichte van 47% effectiviteit behandeling door kinderarts alleen. Sinds die tijd dat ik daar bij dat onderzoek betrokken was, mocht ik overal bij kinderartsen mezelf presenteren met wat ik deed, wie ik was en wat ik te bieden had. En dat lijntje ben ik kort blijven houden. Ik ga 2 keer per jaar naar alle ziekenhuizen in Limburg om te vertellen. Nu word ik eigenlijk gevraagd. Ik hoef mezelf gelukkig niet meer aan te bieden. Ja, en het is ook leuk. Af en toe is het natuurlijk wel een beetje egotripperij. Maar ik vind het toch weer leuk dat ik gevraagd word. En dan zorg ik ervoor dat er wat cijfertjes zijn. Want artsen zien heel graag cijfertjes natuurlijk. Over hoeveel mensen ik gezien heb. Verdeel jongens, meisjes, leeftijden. Hoeveel sessies er nodig waren om de problemen aan te pakken. En als mensen voordien afkapten, waarom dat dan was. Zodat ze ook wat handvatten hebben bij het bepalen van het eerste consult als een kind bij de arts komt. Van, hey, is dit iets om door te verwijzen misschien? Ja. En nu, het laatste jaar, zijn er nog best weer mooiere recente inzichten gekomen in die wetenschap. Waardoor ik eigenlijk de kinderartsen ook wat snelle vraagjes kan bieden, zodat ze daar tijdens het consult nog eerder op kunnen differentiëren. Of het iets is voor een therapeut, hè, of ik dat nu ben, of een andere therapeut, want er zijn meer soorten therapeuten die met deze klachten werken. Een fysiotherapeut kan daar ook in gespecialiseerd zijn. Psychologen zijn daar soms in gespecialiseerd. Daar moet je dan eigenlijk op letten als je cliënt bent. Hè? Dat iemand dat ook vaker doet. Want ervaring bepaalt toch wel het resultaat, denk ik. Ja. Zie je dat die artsen, zie je ook een hele verschuiving daarin komen? Dat ja, gelukkig. Ja, weet je, ik had voor mijn gezondheid nooit veel te maken met artsen. Dus ik kan daar ook niet een ander oordeel over geven. Want pas voor mijn werk kwam ik in aanraking met kinderartsen. En mijn kinderen waren toen al volwassenen, dus ja, daar had ik privé niks mee te doen. En die kinderartsen die ik nu ontmoet, die zijn ontzettend holistisch ingesteld. Die willen alles het beste voor die cliënt. Maakt niet uit wat helpt, als het maar helpt. En als het natuurlijk niet gevaarlijk is voor het lijf, want dat is ook belangrijk, hè. Ja. Je moet natuurlijk niet, want er zijn ook kinderen die hebben al een onderliggende ziekte. Of die hebben medicijnen nodig, dan moet het niet tegenwerken natuurlijk. Nee. Maar ze zijn er echt voorstander van. En ja, dat vind ik een prachtige ontwikkeling. Dus ik prijs ze heel hoog, die kinderartsen. Want ze doen echt super hun best voor alle kinderen bij ons hier in Nederland. En ja, dan mag je alleen maar in je handjes klappen als therapeut zijnde, dat je zo'n korte lijntjes kan hebben. Ik vind jouw verhaal altijd zo mooi, ook hoe jij het vertelt. En ik heb je natuurlijk een paar keer horen spreken ook. En
Train je dit ook? Of oefen je dit? Of hoe denk je hierover na? Of doe je dit gewoon uit de blue? Dat doe ik altijd out of the blue. Mij kun je 's nachts wakker maken en me aanzetten. En dan praat ik 3 dagen aan een stuk, denk ik. Nee, dat is een grapje. Maar dit zit zo in mijn bloed. Deze hulpvraag ook van mensen. Omdat ik juist ervaringsdeskundig ben, denk ik. En daar me ook zelf over opgewonden heb voor de tijd dat er iets was van hoe kan dat nou dat mensen dat niet zien of dat daar niks voor gevonden wordt. Ja. Want er zijn toch echt, en zeker nu in de COVID-tijd, heel veel kinderen met klachten. Ja, dat kan wel gedaan worden. Niet. Kijk, en dat praten daarover, dat is gewoon iets, ik denk als je je stof beheerst, dan maakt het niet uit wie of wat er gevraagd wordt. Dan geef je antwoord. En het is ook gewoon durven natuurlijk. Het is maar net wat je als obstakels op de weg ziet natuurlijk. Maar ja, en dat kan ik me wel voorstellen hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet altijd zo was. Ik heb een hele tijd, ben ik gewoon ZZP'er geweest. Dat durf ik niet eens ondernemer te noemen. Maar ondernemerstechnisch gezien deed ik er niks mee. Ik zorgde dat ik op het einde van de maand mijn inkomen had dat ik nodig had om van te kunnen leven. Want ik was alleenstaande moeder met 2 kinderen. Ik vond het moederschap belangrijker. Dus om 5:30 of 6:30 deed ik mijn jas aan en ik ging naar huis. Want daar wachtte mijn grootste taak. Ja. En ik heb eigenlijk van het ondernemerschap niet veel gemaakt. Behalve goed werk leveren en zorgen dat ik genoeg inkomen had. En toen mijn jongste zoon het huis uit was, toen dacht ik van haha, nu komt mama aan de beurt. Nu ga ik eens inhalen wat ik eigenlijk al lang had willen doen. Ik ga ondernemer zijn. Maar hoe doe je dat dan? Dat is niet makkelijk, die omschakeling. Dat is niet makkelijk, want dan moet je uit de onzichtbaarheid treden. Ja. Hoe word je zichtbaar? Dus ik ontkwam er niet aan om social media aan te gaan. Hè. Dat kon niet anders, maar ik ben een beetje een digibet. Dus dat was best wel heftig. Van marketing wist ik niks. Dus ik denk van nou, dan laat ik maar gewoon eens beginnen met mijn eerste marketingcursus ever. Nou, ik viel bijna van mijn stoel. Een heel aparte jargon wordt daarin gebruikt. Een heel aparte woordenschat. Hè? Ook dingen die jij bij je coaching gebruikt. Hè? Ook in de NLP zijn dat termen die wel bekend zijn. Maar ik wist niet hoe ze uitgevoerd moesten worden. En daar ben ik stukje bij beetje ben ik daar eens op gaan googlen. En heb ik inderdaad coach in de arm genomen. Om ook wat meer, hoe zou ik dat zeggen, uit mijn schulp te durven komen, mijn belemmerende overtuigingen, stiekem iedere keer een beetje afkalven, de scherpe randjes eraf halen. En inderdaad, ik ging steeds meer durven. En toen nog een keer een flinke presentatie gewoon, voor het mezelf in het diepe gegooid, zou ik maar zeggen. En toen was alles voorbij. Toen dacht ik van, oh, als ik dit durf, durf ik alles. Wat heb ik te verliezen? Ja. Want mijn werk doe ik toch goed. Alleen ja, ik ga nu proberen kansen te grijpen waar anderen het al lang wisten. Alleen ik deed dat niet. Nee. Nou, en dan zie je dus, als je dus echt het podium opgaat en op social media en zo, wat voor vruchten het af kan werpen. Had ik nooit geloofd. En een goede website. Dat moet ik erbij zeggen. Hè. Ik heb mijn website. Ik heb altijd een leuke website gehad. Een website naar mijn smaak. Ja. Maar pas toen ik wilde gaan ondernemen, dacht ik van nu moet ik ook een website die geschikt is om mensen boeiend te houden. Of om mensen tot actie te brengen om ergens voor in te schrijven. Je geeft heel veel waarde ook hè, onderweg. Hè? Op social media geef je heel veel waarde. Je geeft waarde in een podcast. Ook nog. De presentaties heel veel. Je onderbouwt het met cijfers. Dus je laat het ook constant zien wat voor waarde het heeft. En dat vind ik wel een mooi stukje. Van, ja, ik realiseer me dat niet eens meer natuurlijk. Omdat ik daar langzaam ingegroeid ben. En dat niet met opzet heb gedaan. Maar ik wilde gewoon dat het zichtbaar werd, ja, dan zul je die stappen moeten nemen. Ja. Want er komt niemand naar je toe. Dat gaat niet vanzelf. Je moet echt wat doen. En ik moet ook wel zeggen dat het me best wel wat tijd heeft gekost, privé tijd ook. Hè. Want dan kom je toch een beetje in die discussie van, hey, bewaak je je privé tijd wel voldoende?
Want voor mij was het heel verleidelijk om op zondag gewoon even achter mijn laptop te gaan zitten en wat sociale media posts maken of een blogje te schrijven of zoiets. Mm-hmm. Omdat ik het leuk vind. Het voelt voor mij niet als werken. Ja. Maar uiteindelijk zul je toch zoveel uur per week even af moeten schakelen. Ja, maar dat zeg ik ook heel vaak. Het moet niet op werken gaan lijken. Nee. Terwijl het eigenlijk wel werk is natuurlijk. Het officieel is dat voor mijn werk, maar zo voelt het niet. Omdat ik het gewoon heel graag doe en ik wil dingen graag goed doen. En ik weet van mezelf dat het tijd kost. Ik ben niet zo heel handig dus op die computer en via sociale media. Dus ik ben daar twee keer zo lang mee bezig dan een ander, denk ik. Ja. Maar dat maakt me niet uit. Ik doe het gewoon. Ja. Heb je dingen in het ondernemerschap waar je echt tegen aangelopen bent, dat je zegt van, hier heb ik zoveel van geleerd. Heb je iets? Ik heb wel een paar punten op verschillend vlak. Het vlak, daar weet jij alles van, want daar heb je me ook mee geholpen, dat ik de neiging heb om mezelf klein te maken. Ja. Ik zag altijd op tegen andere mensen die al jarenlang in het vak zaten, of die helemaal niet lang in het vak zaten, maar deden alsof ze alles wisten. Ja, ik heb maar. En daar voelde ik me dan onderaan de ladder staan. Ik keek daar tegenop. En dat is op zich niet erg ergens tegenaan kijken, maar het is wel erg als je daardoor belemmerd wordt in je acties. En toen dacht ik van ja, maar waarom eigenlijk? Ik ben inhoudelijk net zo goed. Dus waarom zou ik me dan lager opstellen? En toen dat besef eenmaal doorgedrongen was, ja, toen ging het eigenlijk ook vanzelf. Het is net alsof het universum, om maar even een vage term te gebruiken, dat oppikt van, hey, ze heeft een andere instelling. Ze straalt uit van, ja, dit ben ik en dit is wat ik kan bieden. En dat is prima zo. En wat de ander biedt is ook prima. Ik zal nooit iemand afvallen, want dat is onzin. Er is plaats genoeg voor iedereen op deze wereld. Ja, nou dat is zeker zo. Je trekt je eigen klanten aan en een bepaalde flow waar je in zit, dat stoot af of dat trekt juist klanten aan. Ja, en in het begin is dat natuurlijk, als je starter bent, is dat even zoeken. Dat heeft even tijd nodig. Maar als je eenmaal zelf al een tijdje op gang bent, dan selecteert zich dat vanzelf uit. Ja, nou ja, ik denk vooral het stukje coaching en hypnotherapie, dat het is een persoonlijk iets. Dus je gaat persoonlijk je verhaal vertellen. Ja, dat verhaal moet wel kloppen bij jou, want je kan niet een kopie zijn van. Nee. En ja, dat is natuurlijk het makkelijkste met een heleboel dingen, dat je denkt van, nou, als je product hebt, dan zeg je, nee, dit is product en hoppakee. Ja, dan gaat het om dat product, hè. Ja. Maar ik denk in de hulpverlening, en zeker als je met het kostbaarste werkt wat mensen hebben, dat zijn namelijk hun kinderen vaak, dan moet je als persoon wel zijn wie je zegt te zijn, vind ik. Ja, zeker. Zeker weten. Ja. Kijk, op een product kun je een ander stickertje plakken, maar op een mens niet. Als hulpverlener ben je hoop ik, wie je zegt te zijn. Ja, nou ja, en anders komt het wel uit, over het algemeen. Ja, dan komt het uit. Of mensen gaan daar gewoon niet mee akkoord, maar dat is ook zo. Dan zijn ze voor iemand anders. Ja. Dat is ook niet erg, je kunt niet de hele wereld bedienen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Hey. Maar dat was dus een van die punten waar ik tegenaan liep, dat ik eigenlijk mezelf te klein hield, onnodig. En een ander punt waren toch praktische punten. Ik wilde alles graag zelf in handen houden, omdat ik vond dat persoonlijke begeleiding heel belangrijk is. Maar nu de afgelopen 2 jaar lukte me dat steeds minder goed, omdat het gewoon te druk werd. En dan moet je gaan nadenken, als je slim bent tenminste, over welke taken kan ik delegeren, wat kan ik afstoten zonder dat het mijn contact met de cliënt in gevaar brengt. Ja. En ik was een hele erge tegenstander van bijvoorbeeld online afspraken laten maken. Maar nu ik het sinds kort doe, denk ik van, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Het scheelt zoveel telefoontijd, want ik vertel 20 keer op een dag hetzelfde als nieuwe mensen bellen. En dan ben ik wil graag tijd geven aan hun. Maar ja, ergens gaat die tijd zich wreken, want ik kan niet de hele dag aan de telefoon hangen.
Dus toen dacht ik van, ja, nu wordt het echt tijd om zo'n online afspraak systeem te hebben. En hetzelfde geldt voor dingen toesturen of mensen een factuur sturen. Nu gaat dat allemaal automatisch. Dat scheelt me uren. Dus ja, dat zijn dingen die moet je ook gaan durven om los te laten, om anders te doen. Ja. Dat denk ik dat voor veel mensen, althans voor mij gold dat, heel veel jaren iets veranderen. Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een stukje. En het is natuurlijk, ja, ben je werknemer of ben je werkgever? En als ondernemer ben je eigenlijk werkgever. Ja. Want als werkgever kan je gewoon veel meer bereiken. En ja, heel vaak gaat dat nog wel eens fout. Dan denk ik van, oké, ja, we willen alles zelf doen. Want we er zit een overtuiging op, of een bepaalde manier hoe we erover nadenken. Ja, ja. En dan loop je vast. Tenminste, je gaat niet groeien, laten we het zo zeggen. Nee, je kunt bijna niet groeien. Want zeker niet wanneer je nog in zo'n systeem zit zoals ik zat. Met uurtje factuurtje. Er is een einde. Ja. Je kunt maar zoveel uren werken en je kunt dus ook maar zoveel uren declareren. Klaar is Kees. Ja, dus je kan het niet... Dus dan kun je niet verder groeien. Nee, je kan niet opschalen. Dat gaat niet. Ja. Hey, kan jij nog iets over vertellen over de methode die jij gebruikt? Want ik heb dus inderdaad naar aanleiding van die protocollen die gebruikt werden in die wetenschappelijke onderzoeken. Dat zijn vaste protocollen geweest, want dat moet nu eenmaal in een onderzoek. Moet je altijd hetzelfde protocol precies nauwgezet volgen, anders kloppen de uitslagen niet. Maar achteraf vond ik namelijk dat er nog wat dingen ontbraken in die protocollen. Hele belangrijke dingen die ik als ervaringsdeskundige wel erin zou willen zien. En die ik ook bied aan de mensen die bij mij in de praktijk komen. Daarom heb ik een eigen methode gemaakt. Daar zit dat protocol op een andere manier in verweven. En ik heb er wat belangrijke dingen aan toegevoegd. En die methode heet de MMM-methode. Ik wilde iets met de M van Mariella. En die heet afgekort Move, Manage, Maintain. Want er zijn steeds drie stappen die je moet nemen. Move betekent heel simpel, kom in actie. Hè? Het is niet zoals dat je naar de dokter gaat, de dokter maakt je beter of schrijft je een medicijn voor en jij ondergaat dat. Nee, bij elke therapie die op je helingsproces gericht is, zul je zelf in actie moeten komen. Want niemand kan in jouw hoofd of in jouw lijf iets veranderen, behalve jijzelf. Mm-hmm. Dus die actie, die kun je een beetje stimuleren op een leuke manier, zodat mensen intrinsiek gemotiveerd raken om het ook te gaan doen. Die voorbereiding is hartstikke belangrijk. En wat daar het allerbelangrijkste bij is, is inzicht. Met een vakwoord noemen wij dat psycho-educatie. Maar mensen moeten weten wat er eigenlijk gebeurt in hun hoofd en hun lijf, wil je het kunnen gaan veranderen. Ja. Want anders dan is er geen beginnen aan. Dan ben je maar wat in het aanmodderen. Mm-hmm. En dan de tweede stap is op zoek gaan naar wat dat specifieke kind of die jongere nodig heeft om weer beter terug in balans te komen met zijn hoofd en zijn lijf, zodat hij gewoon weer vrolijk en fit dingen kan doen. Natuurlijk heb je eens een dipje. Ieder mens mag een dipje hebben of een keer boos worden of het even niet weten. Maar wanneer dat wat langdurig wordt, dan gaan ze daar qua gezondheid ook onder lijden en schoolprestaties, in het gezin komen, strubbelingen. Dus daar gaan we even naar op zoek op een hele vriendelijke manier. Geen beschuldigende vinger of oordelen, want dat kan ik niet. Ik kan in niemands hoofd en lijf kijken. Ik kan alleen maar vragen om hier eens naar te kijken en daar. En daar heb ik dan praktische oefeningen voor om daar achter te komen. En dat vindt iedereen superleuk zelfs om te doen. Zelfs de ouders, die gaan echt, daar gaat een lampje bij branden. En de meeste ouders willen zelf ook meedoen. Want het mooie is natuurlijk dat bijvoorbeeld stressgevoeligheid niet alleen bij je kind voorkomt. Heel waarschijnlijk heb je daar als volwassene ook in meer of mindere mate mee te doen. En dan heb je toch ook maar zomaar met die therapie van je kind wat leuke tips om als jij een drukke dag hebt, eventjes goed jezelf weer in balans te brengen. De derde fase is de M van maintain. Dat betekent niks anders dan probeer het zo te houden, dat behaalde goede resultaat. Op de lange termijn. Niet dat je over 3 maanden
Want een lichaam heeft de neiging om terug te vallen. Dat is net zoals bij afvallen of van het roken afkomen. Je moet je lichaam eventjes voortdurend trainen om op dat goede spoor te blijven. Anders valt het terug. En, of een andere klacht ontstaat. Want als je gevoelig bent in je auto-immuunsysteem, je autonome zenuwstelsel, dan kun jij ook andere klachten ontwikkelen wanneer je de boel uit de hand laat lopen, onbewust. Hè? Niemand doet dat expres. Er is niemand die een watje is of iets verzendt van pijn, want het zijn echt, echt vervelende klachten. En met die methode van die drie M'en, ja, kan ik gewoon eigenlijk van jong, van 4 tot 25 mensen helpen. Alleen het taalgebruik wordt natuurlijk aangepast aan de cliënt die voor je neus zit en de oefeningen. En dat is een beetje ja, je deskundigheid. Hè? Als je met een kind van 4 wil uitleggen over hoe je buik van binnen werkt en dat het belangrijk is hè, te drinken en op tijd naar de wc te gaan en hoe je over je buik kunt wrijven om dat ook een beetje ontspannen te houden, goede ademoefeningen te doen. Ja, hoe zeg je dat tegen een kind van 4? Ja. Dat is heel anders dan tegen een meid van 21. Ja, zeker weten. Maar dat geeft nou ook juist weer de jeu aan het vak. Want ik heb elk half uur een andere leeftijd voor mijn neus zitten. Of online of live. Dus ik moet constant schakelen in mijn hoofd. En dat vind ik nou juist. Dat houdt het zo leuk en zo spannend. Dus ja, saai is dit vak absoluut niet. Nee, en je geniet er ook echt van, hè? Ik geniet er ook echt van. Ja, ja, maar weet je, een dankbaar beroep natuurlijk, want echt 90%, zo niet meer, gaat geholpen de deur uit. En dan zie je stralende oogjes. Nou, als ik een kind zie met stralende oogjes, is mijn dag alweer goed. Dan denk ik van yes, daar doe ik het voor. En voor de ouders precies hetzelfde. Ja, schitterend. Ja, ja, daar gaat het om. Ja. Daar gaat het om, ja. Maar ja, weet je, ik ben ook wel zo geworden als ondernemer nu dan die laatste jaren, dat ik vind dat ik daar ook redelijk beloond voor mag worden. Ja. Want dat had ik dan vroeger ook nog, zo'n oud issue van geld. Hoe zet je je tarief? Wat mag je vragen? Ik was altijd maar aan het nadenken of ik dat wel kon vragen, zo'n bedrag, of ik dat wel waard was. Maar ik heb gewoon een tarief waarvan ik denk dat het redelijk is, omdat ze daar ook hele goede waar voor terugkrijgen. Ja, nou ja, ik zie dat het altijd drie dingen zijn. Het is één, is dat wat je persoonlijk denkt wat je waard bent. En dan het tweede is het stukje wat je klant denkt dat het waard is. Ja. En het derde is eigenlijk, ja, wat doet de markt? Dus als het één op één te vergelijken is, dan kan je ook niet te veel vanaf wijzen. En als je op die fronten eigenlijk en de manier hoe je het presenteert het verandert, ja, dan kan je met die prijzen natuurlijk wat doen. Ja, maar dat is best wel moeilijk hoor, als je nog in dat oude regime zat van iedereen moet het kunnen betalen of het moet via de zorgverzekeraar betaald kunnen worden. Ja, bij mij betaalt een gedeelte de zorgverzekeraar, maar niet het grootste gedeelte. Nee, maar dat is een stukje overtuiging, hè? Een stukje overtuiging en wat je denkt zelf dat het waard is. Ja. En ook je drijfveren, je waarden die eronder leggen. Van ja, ik wil iedereen helpen. Ja. Ook dat stukje, hè, dat zie je dus ook vaak. Ja. Ja. Ja, maar ja, goed, wat is iedereen? Weet je wel, mensen maken hun eigen prioriteitenlijstje qua geldbesteding. En daar gaan wij niet over als therapeut. Nee. Wij moeten gewoon zorgen dat wij onze prijsstelling daar vrede mee hebben. En wat de cliënt daarvan vindt, dat is eigenlijk zijn verantwoordelijkheid. Het bijzondere vind ik altijd van, je gaat niet voor je kind geven je geld uit, maar je koopt wel een nieuwe iPhone. Ja. Dan denk ik van, ja, wat vind je nou belangrijk en wat leg je op die weegschaal? En dat is natuurlijk de manier. Precies. En ik had het. Ja, en ik had het in het begin van mijn praktijk, zorgde ik dat precies op het bedrag zat dat vergoed werd door de zorgverzekeraar, zodat mensen niet bij hoefden te leggen. En eigenlijk was ik met de indexstijging, was ik mezelf tekort aan doen met die lagere tarieven. En toen dacht ik van, toen werd ik een paar keer, dat is natuurlijk misschien een klein beetje kinderachtig, maar ik was teleurgesteld in mensen, want ze gingen recht vanuit de praktijk
gingen ze wel. Hè? Ze hadden verteld dat ze geen geld hadden voor de therapie. Of ze dit niet over een jaar uit konden smeren om te betalen. En dan gingen ze naar McDonald's. En in die tijd, nu is dat ook allemaal in prijs verlaagd naar verhouding. Maar toen was dat best wel redelijk duur nog. En dan gingen ze zomaar eventjes wat halen en de helft niet eens opeten. Werd weggegooid. En denk van jongens, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ja, dat is het ook. Zeker weten. Het maakt mij niet uit wat mensen eten, maar mensen hebben dus zelf de verantwoording hoe ze met hun geld omgaan. En als ze iets belangrijk vinden, maakt niet uit wat het is, dan geven ze daar geld aan uit. Dat is gewoon gebleken. Ja, en je ziet natuurlijk ook wel, als je natuurlijk als het goed gaat en er wordt mond-to-mond gesproken over je, van oké, je moet naar Mariella toe, weet je wel, dan ja, dat scheelt natuurlijk ook. Dat scheelt heel veel, want ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zou dat zelf ook hebben als ik vader of moeder zou zijn. Hè? Ik zou ook graag van iemand weten van ja, dat is ook echt de plek waar je moet zijn. Dat is ook wel zo. Je wil graag dat je op de goede plek zit. Het gaat niet alleen maar om het geld. Nee. Nou, en vooral als je iets van een arts hoort natuurlijk. Ja, ja. Maar dat, ja, daar zijn ze echt heel gul mee. Ze strooien rond en dat vind ik heel lief. Maar daardoor heb ik ook wel eens het gevoel van, nu moet ik het ook echt waarmaken. Dat wil ik ook, maar ja, je moet je naam dan ook hoog houden. Ja, nou ja. Nou ja, maar buiten, dat doe je ook. Ja, dat doe ik ook. Want je bent constant, je kwaliteit, en nou ja, dat is een stukje in mijn wiel natuurlijk ook. Je bent natuurlijk steeds je kwaliteit aan het verhogen. Want elke keer als ik je weer spreek, dan zeg je van, oh, ik heb dit nog veranderd, of ik heb dit veranderd, ja, of dit dus, ja. En weet je, er zijn ook dingen die zie je niet. Die zijn niet zichtbaar voor de mensen die niet in begeleiding zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik van begin af heb ik altijd gedaan. Dat ga ik ook nooit veranderen. Voor de mensen die op dat moment bij mij in begeleiding zijn, geldt dat ze me 24/7 kunnen bereiken. Via app, hè? Mm-hmm. Niet meteen gaan bellen, maar eerst appen of ze kunnen bellen of wat ze ook willen. En ik vind dat echt geen probleem. En mensen maken daar nooit misbruik van. En ik heb alleen deze week al heb ik zoveel moeders en meisjes blij gemaakt. Waren toevallig dan meiden in dit geval. Blij gemaakt met een belletje van 1 minuut. Ja. Dan denk ik van, wat is de moeite? Ja, maar het is ook mooi. Want je doet een stapje meer dan een heleboel anderen doen. En ik denk dat ook wel in het ondernemerschap juist een van de belangrijke factoren is. Weet je wel, dat je net even iets meer de verwachting eigenlijk overtreft van waar het ergens anders is. En heel vaak wordt daar niet over nagedacht. Meestal doen we hetzelfde. Ja. Nou, terwijl als je juist het overtreft van oké, en ja, dat kan je zelf aangeven. Nou ja, wat je ook al zegt, ja, ik word bijna helemaal niet zoveel dat ik moet bellen. Valt reuze mee. Maar ze hebben het idee al en de manier hoe je het zegt. En, ja. En dat vind ik ook altijd zo mooi. Ik zal er binnen 2 dagen op reageren. Nou, als je dat dan zegt en je reageert na 1 dag, dan zeggen ze, oh, dat heb je snel gedaan. Maar als je zegt van, ja, ik zal reageren na 1 dag, en je reageert dan 's avonds pas, dan denken ze al dat je niet meer gaat reageren. Dus, ja. En die verwachting is natuurlijk ook een stukje van, ja, hoe ga je die verwachting kweken? Ja. En ik denk dat, ja, als je die overwaarde constant neerzet als ondernemer zijnde, dat die mensen ook veel blijer en veel vrolijker naar huis toe gaan. Ja, want vanmorgen om 8 uur appte mijn moeder dus. Hè, en het gebeurt bijna elke dag. En dan ga ik niet om 8 uur al meteen terug appen. Ik wacht eventjes tot 8:30 of 9:00. Als ik zelf kan. Hè, want als ik een consult heb, dan ben ik niet te bereiken live. En dan heb ik zo snel mogelijk terug. En dan vraag ik in de app van, wil je even bellen? Ja, want meestal is dat even dat hartluchtig genoeg. En dat duurt echt maar een paar minuten, want ze weten ook dat ik door moet. Dat zeg ik ook van, god, ik zit juist tussen 2 afspraken in. Ik wil je even helpen. En als het nu niet af is wat we kunnen bespreken, doen we dat straks of morgen. Of maken we een telefonische afspraak. En die moeder die wilde alleen maar heel even zeggen dat haar kind dus vannacht heel erg buikpijn had gehad. Die hebben alleen pas een intake gehad, nog geen, wel de eerste afspraak gepland. Mm-hmm. Maar dat is pas volgende week. Die moeder was gewoon machteloos, radeloos. Ja, dat kan ik me voorstellen bij zo'n meisje van 13 dat stikt van de buikpijn. En ja, ik kan toevallig via bellen in 2 minuten die buikpijn lager maken. Ik kan hem niet wegkrijgen, maar wel
ja, ook wel weg voor dat moment, maar niet voor die hele tijd. Hè. Dat gaat niet. Als ik dat nog uitvind, dan ben ik een wondervrouw. Nee, dat heb ik nog niet. Maar in ieder geval, dan kan ik dat kind zo blij laten worden dat de buik weer normaal aanvoelt. En dus die ouders ook, die de hele tijd zich zorgen maken als ze toch naar school gaan. Nee, wat is dat voor moeite? 2 minuten tijd op een dag. Ja. Plus, dan weet ik zeker dat het zo werkt, dat zowel de ouders als dat kind nog beter gemotiveerd zijn om die sessies ook af te maken. Ja. Want ze merken dat het werkt. Zijn ze er altijd van bewust dat het ook werkt? Of nee. Zien we wel eens... Nee, hè? Nee, dat was juist... Daarom ben ik omgeschakeld van systeem van losse consulten naar trajecten. Bij de losse consultenmethode, zal ik maar zeggen, bleven mensen vaak weg nadat de pijn opgehouden was. Ja, ik laat een kind niet onnodig lang met pijn lopen. Dus die pijn, die probeer ik zo snel mogelijk weg te laten vallen. Ja, dat moeten ze zelf doen, maar goed, dat kan ik ze dan leren hoe ze dat doen. Twee sessies vaak gepiept. Maar als de mensen dan ook niet meer komen, dan weten ze nog helemaal niet hoe ze dat in vervolg moeten doen. En waardoor het eigenlijk komt dat die klachten zijn ontstaan. En dat wil ik graag wel, dat ze onder de knie krijgen. Dus ik doe absoluut alleen maar bij hele hoge uitzondering voor cliënten die ik misschien in het verleden al heb gehad, nog losse consulten. En anders werk ik in de trajecten, zodat ik mijn MMM-methode keurig af kan maken. Ja. En dan heb ik tijd genoeg om mensen bewust te maken van wat we precies aan het doen zijn. Elke keer herhaal ik dat weer in een andere soort zin of een ander woordgebruik. Zodat het gewoon dadelijk vanzelf blijft zitten. Ja, mooi. Ja, mooi. En hoe lang duurt zo'n traject dan? Is afhankelijk van de leeftijd. Bij de kleintjes van 4 tot 8 jaar, die kunnen nog zelf niet lezen. Daar ga ik ook liever geen online sessies bij doen, want daar vind ik ze ook te wiebelig voor vaak. Ik wil graag met zo'n jonge kinderen spelend werken. En dat kan ik het beste met materiaal gewoon in de praktijk. Dat gaat zo moeilijk door een scherm heen. Hè. Ja, dan zou je wel kunnen tekenen en zo, maar dat is toch niet... Dan voel ik niet wat er misgaat. En bij die kleintjes heb ik 3 sessies voor de kinderen en 1 voor de ouders. Oké. Okay. Dus die kindjes komen 3 keer een half uur. En de oudersessie mogen de ouders zelf kiezen. Dat mag online of in de praktijk, is zonder kind. En op een tijdstip dat beide ouders kunnen. Ook als ouders gescheiden zijn, 2 aparte ouderconsulten. Okay. Dus ja, dat is voor die kleintjes. En die grotere groep van 8 tot 25-jarigen, dat zijn 5 sessies. Ik heb 4 sessies nodig. 3 sessies namelijk weer MMM voor het kind. 1 voor de ouders. En 1 bewaar ik voor over 3 maanden. Zodat ik ook zeker weet, na 3 maanden, dat ze nog op het goede spoor zitten. En niet stiekem meer half een terugvallen zijn en niet durven terugkomen. Of denken van, laat maar zitten... Het helpt toch allemaal niet. Ja. Dat wil ik niet. Ik wil graag even kunnen controleren of het ook gepakt heeft. Ja. Ja, en die eigen methode geef je ook les in, hè? En die... Kan je daar wat over vertellen? Ja, die probeer ik dus heel graag, want ik ben 62. En ik hoop nog heel veel jaren in goede gezondheid en met veel plezier zo te werken. Maar ene keer zal ik toch minder uren moeten gaan werken. En dan hoop ik dat er heel veel professionals in Nederland zijn die deze hulpvraag, die aanhoudende lichamelijke klachten, ook willen oppikken. Er komt ook steeds meer bekendheid over, dus ik denk ook dat natuurlijk wel zo zal gaan evolueren. Maar ik wil graag mijn methode in ieder geval het land in hebben. En wat mensen er dan mee doen, dat mogen ze helemaal zelf weten, want daar zit natuurlijk geen recht op of weet ik wat voor claim. Maar dat het mogelijk is om heel gestructureerd in korte tijd mensen zo te helpen. En dat kan, daar hoef je geen hypnotherapeut voor te zijn. Daar kun je elke soort professional voor zijn, want het is een structuur, het is geen methode. Ja, dat zijn geen bepaalde technieken. Want of je dat nou doet, denk ik, met of je uit een lichaamstherapeutische hoek komt, of uit de hypnotherapie, of uit de psychotherapie. Met elke techniek kun je die oefeningen, als je het doel weet, bereiken.
Maar je moet wel de structuur aanhouden, want alleen als je die structuur aanhoudt, heb je die opeenvolging van mooie effecten, waardoor je snel kunt afronden. En dat wil ik dus door masterclasses online en live in het hele land, de live masterclasses natuurlijk, wil ik graag verspreid hebben als dat kan. En daarvoor geef ik regelmatig gratis webinars, zodat mensen een beetje kunnen ruiken aan die MMM-methode. En of ze daar ook wel zin in hebben om dat in een masterclass ook te proeven. En waar kunnen ze jou vinden? Als ze je kunnen mij natuurlijk vinden op mijn website www.mariellalammers.nl. En als je kinderhypnotherapie intikt bij Google, kom je er ook. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. En op Facebook, LinkedIn en Instagram sta ik ook met Mariella Lammers. Ja. Dus dan vind je me vanzelf. En flink zichtbaar. Dat weet ik niet, want ik kijk naar mezelf. Je ziet er regelmatig voorbij komen. Dus, dat is wel de bedoeling, want ik wil graag wel gewoon... Maar dat doe ik niet om klanten alleen te krijgen. Dat doe ik ook omdat ik graag soms iets wil delen. Heb je nog een tip voor hypnotherapeuten of coaches misschien? Die beginnen? Ja, ik zeg ook bij iedereen die wel eens bij mij in de praktijk gewoon eventjes komt snuffelen. Hè, want er zijn best veel mensen, starters, die willen kijken van hoe heb jij dat nou geregeld? Hoe heb jij dat nou geregeld? Niet omdat ik nou zo'n prachtig voorbeeld ben, maar omdat mensen dan kunnen vergelijken met andere soorten manieren van opstarten. En ik zou in ieder geval altijd zeggen van probeer een doelgroep uit te selecteren. Probeer niet iedereen te willen helpen. Hè? Of een paar producten, niet 20.000 producten, als je producten verkoopt als ondernemer. En als therapeut specialiseer je in iets. Want daardoor kun jij jezelf ook meer verdiepen in alles wat zich op dat gebied belangrijk is. En kun je expert worden. En als je expert bent of ingeschat wordt als expert door de buitenstaanders, dan word je ook beter gezien. En als jij een manetje van alles bent, dan moeten ze naar je op zoek. Dan moeten ze echt gaan zoeken. Ja, ik weet niet hoeveel mensen willen zoeken. Maar als je er al staat, dan hoeven ze maar een afspraak te maken. Ja, nou ja, je ziet het ook heel erg terug, hè? De 20-80-regel. De 20% van de experts pakt 80% van de markt. Ja. Ja, en die andere 80% die niet de expert is, ja, die moet die 20% verdelen. Ja, dat is gewoon zo. Ik geloofde dat vroeger niet, hè, want ik wilde ook, maar dan met hypnotherapie, omdat ik het een mooi vak vind, wilde ik alles kunnen wat je met hypnotherapie kan. Hè, want er zijn heel veel hypnotherapeuten die kunnen alles. Mm-hmm. Ik dacht ook dat ik dat kon, maar dat is niet zo. Want als jij bijvoorbeeld, ik werk fulltime, de hele week van maandag tot en met vrijdagavond zie ik alleen nu maar kinderen met die aanhoudende lichamelijke klachten. Dan is het toch logisch dat je meer en meer en meer ervaring krijgt. Want je ziet heel veel verschillende soorten van mensen met die klachten. En dat kun je nooit bereiken wanneer je iedereen wil helpen met alle klachten. Ja. Nou ja, ook in je omgeving gebeurt er wat. Hè? Mensen kunnen niet onthouden als jij een heleboel dingen zegt tegen hun wat je allemaal oplost. Ja, even later wordt zo iemand dan gevraagd van, ja, wat doet die persoon? Ja, geen idee, iets met dat en dat, zeggen ze dan. Ja, ik kan me wel voorstellen, weet je, er zijn ook mensen die zijn zo van zichzelf als persoon. Dus dan moet je dat ook vooral zo laten, denk ik. Ik denk vooral als je nog niet genoeg klanten hebt. Ja. Dat kiezen voor een doelgroep gewoon heel belangrijk is. Precies, dat vind ik het criterium. Kijk, als jij ontevreden bent over de groei van je zaak, dan weet je dat je ergens moet zoeken naar wat past bij mij. Ja. Maar als het niet gaat om de groei van je zaak, als je het zo goed vindt, ja, dan moet je gewoon doen waar jij je het beste bij voelt, denk ik. Maar ik voel me toevallig wel het beste. Dat is pas gebleken toen ik die verandering aandurfde bij specialisatie. En dan denk ik van ja, meestal weet je iets pas als je het ook gedaan hebt. Van tevoren weet je dat niet. Nee, weet je, daarom zeg ik ook van kiezen. En het kiezen staat niet vast. Dus nee, je kunt altijd terug. Nog iets anders gaan doen. Je kunt altijd alles weer terugdraaien. Ja, precies.
Tenminste, ja. Als je natuurlijk niet helemaal doodfinanciert met weet ik wat voor rare uitgaves. Maar ja, dat is dus ook een ander dingetje van, ja, je moet gewoon de kerk in het midden houden met alles. Dan kun je altijd alle kanten uit. Ja, maar ik denk dat het al begint met je verhaal goed te vertellen. Je verhaal staat goed bij jou. Het is gewoon duidelijk wat je doet. En ik denk als je dat meer traint en dat meer vertelt en een goed netwerk om je heen. Nou ja, dat zie je bij jou ook, die artsen. Ja. Ja, die artsen adviseren je gewoon. Nou, blije kinderen die het doorvertellen, moeders die het doorvertellen. Ja, en ik denk dan dat je het balletje aan het rollen krijgt. Maar dat niet alleen hoor, want voor mij geldt de andere kant van dat netwerk is net zo belangrijk. Bijvoorbeeld, ik zie bij de mensen waarvan ik denk van nee, die zijn niet bij mij aan het goede adres. Dat zeg ik dan ook eerlijk, want daar heb ik niks aan, snap je? Dat zou ook niet goed zijn, vind ik. En dan zoek ik in mijn hoofd naar iemand die ik in mijn netwerk heb, die daar wel heel geschikt voor is. Want mensen zomaar het bos insturen, vind ik niet te doen. Ga maar hem zoeken. Wat moeten die mensen dan gaan zoeken? Moeten ze gaan googlen? Moeten ze weer terug naar de huisarts? Waar moeten ze het zoeken? Ja. Als ik iemand persoonlijk ken, die eigenlijk precies past naar mijn gevoel dan, bij wat die mensen nodig hebben, dan haal ik meteen het mailadres, website, telefoonnummer van die persoon tevoorschijn. En dan zeg ik van, kijk, die mevrouw of meneer, die ken ik persoonlijk. Die verwacht ik dat die jullie het beste kan helpen. En zo werkt het ook, want je kunt natuurlijk niet alles. Nee. Ik ook niet. Nee, dat beweer ik ook nooit voor zijn leven. Ik wil wel aanpakken na een intake waarvan ik denk dat ik het kan. Maar al die andere dingen vind ik eigenlijk dat je moreel verplicht bent om mensen in ieder geval te zeggen waar ze wel goed geholpen zouden kunnen zijn. Ja, ja en dan helpen ze toch verder. Ja, dat is ook helpen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Ja, mooi. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Marjane. Jij bedankt. Ja. We kunnen altijd goede gesprekken opzetten, begrijp ik. Zeker weten. Hartstikke leuk. Ja. Nou, dankjewel hiervoor. Mag ik jou ook iets vragen? Tuurlijk. Waarom ben jij op het idee gekomen om te gaan podcasten? Omdat ik gewoon leuk vind om wat meer ondernemers in het zonnetje te zetten die het gewoon goed doen. Wow. Ja, want je ziet gewoon dat er een bepaalde strategie achter zit. Die jij ze leert, hè? Ja, die ik ze ook wel leert, maar ik wil het juist ook laten zien. Ja, weet je wel, ik kan het wel vertellen, maar als je het van anderen hoort hoe het kan, en dan heb je een voorbeeld hoe je het kan doen. En dat is, ik denk, een heleboel voorbeelden doet goed volgen, denk ik. Ja, daar kun je je eigen vorm aangeven dan. Hè? Als je 10 voorbeelden hebt, nou, dan moet je toch zeker wel in het midden kunnen komen met je eigen ding. Ja, precies. Dus vandaar dat ik dit gestart ben. En ik vond het gewoon leuk om andere mensen ook in het zonnetje te zetten. Dat ik denk van, oh, hey, die doet het goed of die doet het goed. En ik denk van, dat vind ik gewoon leuk. En ik vind het ook leuk hoe bepaalde ondernemers het doen. Dus ik heb altijd, ik ben altijd super geïnteresseerd geweest in, ja, hoe kan het nou dat de ene het wel haalt en wel succesvol aan het ondernemen is en de ander niet? Ja, nou ja, en toen kwam ik ook op dat wiel uit en ik zie dat al die stukjes eigenlijk altijd daarvoor invallen. Ja, dat is echt waar. Dat klopt, hè. Want dat boekje heb ik aangeschaft toen ik jou nog helemaal niet kende. Toen ik alleen op LinkedIn de promotie van dat boekje voorbij zag komen. Maar dat is waar. Hè? Of dat nou gekoppeld is aan jou of iemand anders, die inhoud van dat klopt. Ja. Dat zijn toch allemaal facetten die je even moet checken en eventueel veranderen als je. Ja. Maar ja, moet je dan nog, hè, succes. En succes hebben en succesvol zijn toch ook relatieve begrippen. Ja, nou ja, ik denk sowieso dat het een momentopname is. Ja. Dus het is sowieso een momentopname en het is ook nog een keertje, waar ben je tevreden mee? Hoe zie jij het? Precies. Wat houdt succes voor je in? Bij de ene, mensen die ik hier in mijn stoel heb of die ik begeleid, die willen echt een miljoenenbedrijf hebben. Ja, sommige mensen zijn ook blij als ze de praktijk vol krijgen. Dus ja, nou, dat is prima. Ja, dat is helemaal goed, weet je wel. Geen oordeel over. Maar het gaat erom dat jij het naar je zin hebt en dat jij het ziet als succes. Maar ook het stukje onderweg daarnaartoe, dat mag ook een succes zijn. Daar mag je ook van genieten. Ja, want daar ben je wel even mee bezig. Hè? Het is echt niet zo gepiept. Je bent niet binnen 3 maanden binnen. Nee. Tenminste, als dat je doel zou zijn. Hè? Ja. Dus, en het,
Dan denk ik van ja, je moet ook met plezier werken, want anders hou je niks vol. Ja, ja, en dan kunnen ze zo snel mogelijk te leren eigenlijk om nog beter te worden. En als je elke keer een stukje beter wordt, dan ga je gewoon groeien. En dus ook een paar keer op je bek te gaan, hè? Want dat is daar, heeft daar onlosmakelijk mee te maken. Want ik heb best wel wat dingen uitgeprobeerd in eigenwijzigheid. En die gingen dus ook mis. Niet dat het heel erg was, maar voor mezelf. Hè, het gevoel van, zie je wel, het lukt niet, het ging toch niet. Maar dan moet je jezelf weer, hop, die mindset weer omdraaien en zeggen, het lukte nog niet. Nee, precies. En dan ga je weer iets anders proberen. En wat blijkt, echt waar, en dat is gewoon een feit, als jij gewoon 1 of 2 of 3 variaties daarvan gaat proberen, dan lukt het. Ja. Je moet wel volhouden. Ja, nou ja, het zijn gewoon leermomenten. En de kunst is constant in beweging komen. Ja. Ja, dus eigenlijk leren over je doelgroep, zeg ik altijd. Ga dingen delen met je doelgroep en kom in contact of het je kan verder kan helpen. En dan, als je als coach of therapeut, ja, dan ga je je praktijk vol krijgen. Als je dat blijft doen. En je zal ook een hoop nee's krijgen. Dat hoort erbij, vooral in het begin. Ja. En leren. Ja. Ja. En dan ga je natuurlijk echt vooruit. Ja, maar dat hebben we misschien nog niet zo heel duidelijk gezegd. Ik vond vroeger het inhoudelijke leren het belangrijkste, snap je? Ik liep maar cursus, workshops, training, scholing af. Tot over mijn hoofd bij wijze van spreken. Om nog beter te worden. Voordat ik dat en dat zou kunnen. Maar dat is bullshit, want je kunt leren totdat je een ons weegt. Als je het niet gaat doen, gaat er niks gebeuren. Nee. Nou ja, daarom zit het ook in het wiel. Doen. Ja, ja precies. Ja, je moet het doen, want anders, dan, anders heeft het gewoon geen nut. Ja. En dat is natuurlijk ook het stukje van, ja, hoe meer jij je klant verder helpt, hoe meer je dat gaat doen en daar geld voor krijgt, ja, hoe meer jouw onderneming kan gaan groeien. Ja. Ja, dat heb ik dus aan de lijve ondervonden. Dat ik gewoon op een gegeven moment moet zeggen, nu is het klaar met scholen. Nu ga je eerst eens aan je bedrijf bouwen. Ja. En niet aan mijn kennis. Nee, nou ja, dat is ook het stukje. En bij je klant, als je dingen vraagt en je klant verder helpt, daardoor krijg je inzichten en ja, kom je verder. En heel vaak... Ja. Zie je om een opleiding, ja, krijg je ook wel een heleboel informatie, krijg je heel veel goede dingen. Maar ja, zeker. Je klant helpen, ja, dat geeft eigenlijk het effect. En ook het verkopen, hè, er hoort een stukje marketing in, weet je wel. Ja, ja, dat vond ik heel akelig. Maar ja. Volgens mij moet iedereen het kunnen, want als jij zegt wat jij vanuit je hart hebt te zeggen en het klopt, ja, dan kunnen mensen dat horen. Ja. Nou, en we zijn als we willen allemaal, horen. En we zijn allemaal geboren verkopers. Hè? Ja. Want als kind zijn, dan komen we op de wereld. En ja, dan gaan we huilen als we honger hebben, bijvoorbeeld. Of we gaan ons zin doen. Dus in principe zijn we al geboren verkopers. Alleen ja, er staat dan geen geld over tegenover. Nee, dat heeft niet met geld te maken. Maar het heeft te maken met ruilen. Hè? Met een ruilhandel. Ja, dat is eigenlijk iets heel natuurlijks. Maar ik heb nooit beseft, totdat ik dan coaching kreeg, dat mij belemmerde. Hè? Om met dat geld zo bezig te zijn en ook mezelf te verkopen, tussen aanhalingstekens. Ja. Terwijl we dat eigenlijk van nature altijd al deden. Ja, precies. Dat is gewoon een dingetje, een mindset dingetje. Ja, ja. Ja, het is iets wat je zelf bedacht hebt. En dat is jouw werkelijkheid en daar ga je naar handelen. Dus, ja. Ja, en als je die dan tackelt, ja, dan krijg je ineens een switch. Ja, dus precies. Oké, dit is... Ja. Ja. Ja, dus alles begint bij je gedachten, hè? Ja, en dat wordt naarmate je dus, terwijl ik gewoon therapeut ben en dat in theorie al wist, hè, maar daar zit toch nog wel een verschil tussen theorie en praktijk. En dat het in de praktijk dus echt continu bewezen wordt dat dat klopt. Ja, nou ja, weet je, en dat is ook mensen waarom ze bij jou ook komen. Mensen zien hun blinde vlekken niet. Wat gaat er nou fout en wat gebeurt er? Want dat zie je van jezelf niet. Dus, nee, dat kun je ook niet zien. Nee, dus dat kan je niet zien. Dus ja, en dan kan je van een heleboel dingen leren. En op, maar als je die nooit aanpakt, ja, dan blijf je eigenlijk op hetzelfde niveau hangen. Ja. Ja.
Ja, en als je dan wil groeien, ja, dan is het niet anders. Behalve dat je teleurgesteld wordt in jezelf, omdat je maar niet groeit terwijl je zoveel moeite doet. Dus het wordt nog erger in plaats van beter. Ja, het kan zeker heel erg worden, ja. En dat vind ik zonde, dat zou ik niemand gunnen. Want of je nou ondernemer, een bevlogen werknemer, het maakt niet uit, maar met plezier werken zorgt gewoon voor heel veel meer plezier in het leven. Want een zinvolle besteding, of dat nou betaald of niet betaald werken is, is gewoon belangrijk voor een mens. Ja, zeker. Zingeving is belangrijk. Ja, ja. En wat dat dan ook mag zijn. En dan voel je je gewoon in alle opzichten al veel beter. Ja, nou, zeker weten. Dat ben ik volledig met je eens. Ik vind dat een hele mooie afsluiter trouwens. Ja, we gaan ook afsluiten, want ik dankjewel. Val jou lastig met al mijn mooie praatjes. Nee, helemaal niet. Nee, dat is een hartstikke mooi stukje juist. Dankjewel. Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze aflevering leuk? Blijf ons volgen, like deze podcast en dan zien wij u bij de volgende podcast. Tot ziens!